Kinderen met een handicap die graag willen sporten, kunnen vanaf nu hulp krijgen bij de Sportpoli in het Amalia Kinderziekenhuis in Nijmegen. Esther Vergeer heeft met haar foundation deze maandagmiddag geopend. Wij hebben als Esther Vergeer Foundation hier het geluk dat we de eerste sportpoli mogen openen in het Amalia Kinderziekenhuis. En de sportpoli is belangrijk omdat ik vind, en ik heb dat uit eigen ervaring ook meegemaakt, dat als je sport, dat het goed voor je is. Maar zeker kinderen met een handicap of een aandoening of een ziekte. Ja, het is belangrijk om te bewegen, maar tegelijkertijd is dat niet alleen maar fysiek en voor een gezondheid belangrijk, maar ook voor het zelfvertrouwen. Dus alle kinderen met een lichamelijke beperking, die willen wij graag helpen om een passende sport, passend bij hun handicap of hun lichamelijke beperking en het liefst op een gewone vereniging. Vergeer heeft zelf ook altijd op een gewone vereniging gesport, ondanks haar handicap. Toen ik zelf een handicap kreeg, ik was 8 toen ik in een rolstoel terecht kwam, ben ik in het revalidatiecentrum in aanraking gekomen met sport. En was er toen een consulent die mij op weg hielp. Ik heb daarin best wel geluk gehad dat ik dus die consulent had. En dat ik ook op een tennisvereniging terecht kwam, bij wie de trainer gewoon super enthousiast was. En die me eigenlijk verder hielp. Maar ik merk dus dat heel veel kinderen en ouders toch wel een beetje met vragen zitten. En al vroegtijdig stoppen met het zoektraject. Het begeleidingstraject is eigenlijk heel belangrijk. Alleen de arts heeft daar geen tijd voor, begrijpelijk. En dus nemen wij dat begeleidingstraject nu voor ons rekening. Nijmegen is niet de enige plek waar een sportpoli komt. De komende dagen zullen er landelijk nog 4 andere polies via een estafette geopend worden. De sleutel, eigenlijk een soort van symbolische sleutel, die vertrekt vanaf Papendal. Dat is waar wij ons kantoor hebben en waar Papendal is natuurlijk het sportcentrum van Nederland. Vertrekt de sleutel met fietsende, lopende mensen op de bakfiets. In ieder geval gaan die een traject in, een estafette. En zorgen ervoor dat de sleutel dus daadwerkelijk ook vervoerd wordt van plek naar plek. En dus zodoende in 6 dagen tijd van Papendal naar alle academische kinderziekenhuizen wordt vervoerd.